Ik denk dat als zendeling, als je naar een ander land gaat, en vaak ook heel zelfstandig moet werken, of ook als je in gemeenteleiding werkt, of voorganger bent of zo, je hebt niet alleen dat weten nodig, maar je moet ook in staat zijn om jezelf geestelijk op krachten te houden. Je hebt het nodig om je te kunnen voeden. Dat is de andere kant van de Bijbel. Het is niet alleen maar een boek dat ons hoofd vult, maar ook een boek dat ons hart aanraakt. De wereld rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Fijn dat je luistert. Vandaag in de wereld rond spreek ik met Wilmens Hornstra, zendeling en bijbelleraar, geboren in 1961 in Rotterdam. Wilmens heeft een master in biologie, als ook in studie van de Bijbel. Wilmens leidde van 1992 tot 2009 de School voor Bijbelse Studies van Jeugd met een Opdracht in Duitsland en coördineert tot op heden in 2024 binnen Europa de verschillende bijbelcursussen van diezelfde zendingsorganisatie. Samen met zijn Zwitserse vrouw Franziska debrieft hij zendelingen die terugkomen van het zendingsveld via Elijah's Inn, een retreat center wat ze runnen vanuit hun huis in het zuiden van Duitsland. Wilmens, welkom in de wereld rond. Ja, Gerard, heel leuk om erbij te zijn vanmiddag. En ook een groet aan alle luisteraars. Ik moet zeggen, Retreat Center, dat klinkt groter dan het is. Het is gewoon ons huis waar we in wonen, waar we gastenkamers hebben en twee of drie mensen tegelijk kunnen hier zijn. Ja, maar het is wel een plek waar mensen tot rust kunnen komen, zeg maar. En dus nadenken en napraten over wat ze hebben beleefd. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, hoe maken jullie het en waar zijn jullie de laatste tijd vooral mee bezig? Ja, hoe maken wij het? Het gaat goed met ons. We zijn al iets langer actief in dit werk en hebben echt onze plek gevonden. Zo zou ik het kunnen zeggen. We hebben onze plek gevonden, alle twee. Dat bevalt ons prima. We hebben het druk. Waar ik momenteel mee bezig ben deze week is onze website een opfrisser, een facelift te geven. Na 10 jaar is dat wel nodig. Dat kost nogal moeite. En dat is niet mijn vak. Dus ik moet daar heel veel uitproberen en zoeken hoe ik dat doe. Dus deze week is wat ongewoon. Geen bijbelles of bijbelstudie, maar een website design. Ja. Hoort er ook bij. Nou, ons gesprek vindt ook plaats midden in de zomer, dus misschien ook wel een goede tijd van het jaar om daar wat tijd aan te besteden dan. Ja, hoewel we in de zomer meestal veel gasten hebben, is het een mooie tijd om hier te zijn. Ah ja, zeker. Ja. Ja. Ja, Wilmens, wat kun je ons vertellen over je jeugd en de interesses die zich toen zo bij je ontwikkelden? Ja, wat zou ik zeggen? Ik was een natuurvriend, vandaar ook dat ik biologie heb gestudeerd. Dat was mijn hartstocht als tiener en als jonge volwassene. Maar in die tijd ben ik ook in contact gekomen met echte christenen. Of christenen die ook echt vanuit een relatie met God leven. En dat heeft mij heel erg aangesproken. Dat was mij niet bekend. Ik ben christelijk opgegroeid. We gingen elke zondag naar de kerk. Dat hoorde erbij. En het was voor mijn ouders ook wel meer dan traditie. Maar toch... Veel diepgang had dat voor mij niet. Totdat ik deze mensen leerde kennen op school, die er heel anders mee omgingen. Dat heeft mijn hele levensweg omgedraaid, een andere richting gegeven. Vanaf die tijd, eind van de middelbare school, ben ik
toenemend actief geworden in jeugdwerk, tienerwerk enzovoorts. En uiteindelijk bij jeugd met de opdracht geland. Ja, en hoe ben je bekend geraakt dan met jeugd met de opdracht? Want daar zit je nu al heel lang, maar hoe is dat begonnen? Wat was dat eerste contact? Kun je dat nog terughalen? Ja, dat was ook door deze klasgenoten nog van de middelbare school. Die al langer op weg waren. En jeugd met de opdracht kende. Ik hoorde daarvan. Dat vond ik wel heel interessant. In die tijd waren er nog cassettebandjes. Ik kon van hun dan ook cassettebandjes lenen met lessen van jeugd met opdracht op Heidebeek, verschillende leraren en leraressen over de Bijbel. Dat sprak mij heel erg aan. En een van hun deed op een gegeven moment ook een Summer of Service met jeugd met opdracht in Amsterdam. En kwam daar heel enthousiast van terug. Het jaar daarop ben ik naar Amsterdam gegaan voor die Summer of Service. Dat was mijn eerste activiteit met jeugd en opdracht. 3 of 4 weken in Amsterdam, evangelisatie. Zo ben ik tijdens mijn studie eigenlijk, heb ik dat verschillende keren gedaan. Op een gegeven moment ook 5 weken of zo naar Joegoslavië en Hongarije. Toen de tijd nog communistische wereld. Een van, nog steeds diezelfde vriend van de middelbare school, deed een DTS, discipelschap trainingsschool bij Jeugd met Opdracht op Heidebeek. Die verhalen spraken mij zo aan dat ik dat ook gedaan heb direct nadat ik klaar was met mijn studie. Ja, welk jaar hebben we het dan over? Dat zijn we in 1986. Ah, oké. Okay. In de jaren 80. Ja. Ja, je bent ontzettend betrokken bij de School of Biblical Studies, wat ik ook in mijn inleiding al zei. Dus de School voor Bijbelse Studies van Jeugd met de Opdracht. Dat is ook een hele bekende opleiding voor wie Jeugd met de Opdracht een beetje kent. Wat maakt de School voor Biblical Studies de moeite waard voor een zendeling? Ik denk als zendeling ben je iemand die met een boodschap komt. En de vraag is, wat is die boodschap precies? Je hebt het over God. Wie is God en hoe is God? Ik denk de beste bron die we hebben om daar achter te komen, om ons begrip daarvan te verdiepen, is de Bijbel. En ik denk dat als zendeling, als je naar een ander land gaat, vaak ook heel zelfstandig moet werken. Of ook als je in gemeenteleiding werkt of voorganger bent of zo. Je hebt niet alleen dat weten nodig, maar je moet ook in staat zijn om jezelf geestelijk op krachten te houden. Je hebt het nodig om je te kunnen voeden. Dat is de andere kant van de Bijbel. Het is niet alleen maar een boek dat ons hoofd vult, maar ook een boek dat ons hart aanraakt en verfrist. Brood des levens. En dat heb je ook nodig als je ergens op het zendingsveld, aan het front wil staan en wil overleven over lange tijd. Dus ik denk ook dat is heel belangrijk. Daar een fundament te hebben, te weten wat er in de Bijbel staat, maar ook te weten hoe je met de Bijbel om kunt gaan als een bron van levend water. Ja. Ja, nu zijn er natuurlijk wel meer opleidingen, zeker bijbelscholen voor zendelingen. Maar wat is nu eigenlijk het unieke aan de School of Biblical Studies? De school duurt 9 maanden. En in die 9 maanden studeerden
studenten elk boek van de Bijbel. En we brengen ook veel tijd ermee door om zelf de inhoud te analyseren, samen te vatten, uit te leggen. Dus het is geen theologieopleiding. Het is echt praktisch alleen de Bijbel zelf als studieobject, als onderwerp. Dus je gaat heel intensief ontdekken wat er in de Bijbel zelf staat. Erover nadenken wat dat betekent en hoe je daarmee omgaat. De Bijbel zelf. Ik denk dat is het unieke aan deze school. Het focus is. Het lesonderwerp. Ja. Elk boek van de Bijbel wordt intensief bestudeerd. Ja, ik begrijp zelfs dat je 5 keer de Bijbel door moet. Ja, een zekere vorm die de studenten aan het begin leren. Stappen die ze nemen. En het proces van 1 boek. In de meeste gevallen zijn er een paar uitzonderingen. Maar in de meeste gevallen wordt dat boek 5 keer doorgelezen. Ja. De eerste keer gewoon in 1 keer, in 1 zitting. Van begin tot eind hardop het boek doorlezen. En dan de tweede lezing zijn er bepaalde opdrachten die gedaan moeten worden. Tot en met de 5e lezing. Als we het hele programma doen voor het boek. Dat hoort erbij. En helpt je dat dan ook bij het spreken bijvoorbeeld in een gemeente als je uitgenodigd wordt? Ja, ik denk het wel. Dus de voorbereiding. Alleen al in de voorbereiding. Je hebt een overzicht van de hele Bijbel. Dus dat kleine stukje waar je dan misschien mee bezighoudt om een preek voor te bereiden, zeg maar. Dat kun je veel beter plaatsen. Je kent de geschiedenis, de achtergrond. Je weet iets ervan wat er gebeurd is toen. Dus je kunt veel sneller begrijpen, veel beter begrijpen wat daar in die tekst staat. Hij is al een beetje bekend voordat je begint voor te bereiden. Ja. Plus je hebt die oefening. Je hebt 9 maanden lang veel over zulke teksten nagedacht. Je hebt geleerd wat er te zien is, wat er te ontdekken is, waar je op moet letten in een tekst. Je hebt geleerd om dat dan ook voor jezelf om te zetten, concreet te maken. Wat betekent dat dan? Hoe leef je of hoe reageer je op een uitspraak of een principe in de Bijbel? Dus je hebt daar veel oefening in en veel achtergrondkennis. Ja. Die helpen om dan met kennis van zaken iets over die tekst te gaan zeggen. Ja, duidelijk. Je hebt er zelfs voor gekozen op een gegeven moment om een master te gaan doen in de studie van de Bijbel. Wat bracht je ertoe de Bijbel nog diepgaander te willen bestuderen? Ik had eigenlijk al voordat ik die DTS deed, voor mezelf ontdekt dat leraar, lesgeven, dat is wat ik heel graag doe. Dat is mijn dienst, zeg maar, of mijn gave. Toen de vraag kwam, of de beslissing kwam voor mij te zeggen, ik ga langer met jeugdopdracht mee. Niet alleen de DTS, maar ik ga langer meewerken. Dan wil ik ook weten waar ik het over heb. Dan heb ik daar een stukje opleidingen nodig. En de eerste stap was de SBS te doen. Dat beviel mij zo goed. Na de eerste paar weken had ik al het gevoel, dit is iets dat zou ik heel lang kunnen doen. Dit doe ik nog steeds, dus dat klopt. Hè? Vandaar als ik dit doe, dan wil ik het ook goed doen. Dan wil ik weten waar ik het over heb. Dan wil ik zelf genoeg leren om het aan een andere uit te kunnen leggen. Ik denk dat dat een belangrijke motivatie was om dan
die SBS die ik gedaan had verder uit te bouwen met nog andere cursussen en een scriptie om mezelf verder voor te bereiden op een leven van Bijbeluitleg. Ja. Je hebt in verschillende landen in Europa gewoond en lesgegeven, Wilrens. Hoe gaat het met de kerk in Europa? Hoe kijk jij daarnaar? Wat is jouw perceptie? Dat is een moeilijke vraag. Dat ik natuurlijk toch maar een heel beperkte blik daarop heb. Europa is groot en er zijn veel kerken. Ik denk dat we in Europa, als je dat vergelijkt met Afrika, Zuid-Amerika, zelfs met de Verenigde Staten, dat we in Europa echt wel tegenwind hebben als christenen. Dat we al een lange tijd eigenlijk toch langzaam maar zeker iets aan bodem verliezen. Tegenwind. Dat is, de cultuur is niet zo open of geïnteresseerd, misschien zelfs een beetje vijandig tegen christendom met name, of godsdienst, religie in het algemeen. Ik denk dat er ook lichtpunten zijn, maar dat is, ik denk met name Europa zo sterk geseculariseerd, dat God bijna geen begrip meer is voor veel mensen. Eigenlijk een hele bijzondere ontwikkeling. Als je bedenkt dat 500 jaar geleden was het precies andersom. Was er bijna niemand die niet aan God geloofde. Ja, want dat was de periode van de reformatie. Maar als we het over lichtpuntjes hebben, zie je lichtpuntjes ook? Het is interessant, met name ook onder diegenen die van buiten naar Europa toekomen. Mensen zijn soms bang voor al die moslims die komen. Maar feit is dat heel veel mensen die naar Europa komen, christenen zijn, met name uit Zuid-Amerika. Een geloof, en ook uit Afrika, een geloof heel vrij uitleven. Vrijer dan wij het vaak kunnen. Ja. Ja. Ik denk volhouden, de wind waait niet altijd uit dezelfde richting. Nee. Ja, en wij zien dat hier ook. Gaat ook draaien. Ja, en wij zien dat hier ook in Spanje. Er zijn natuurlijk ook evangelische kerken. Maar er is een enorme influx, een enorme toename van het aantal kerkgangers in die evangelische kerken. Maar dat zijn vaak mensen die uit Latijns-Amerika komen, waar natuurlijk de evangelische kerk over het algemeen veel groter is dan hier in Spanje. Ja. Dus dat is een lichtpuntje. Heb je nog wel een andere iets waarvan je zegt van nou, ik zie toch ook wel dat er dingen de goede kant op gaan? Of? Ik denk dat het heel interessant is onder jonge mensen. Niet echt voor kerk, maar voor religie. Jongeren zijn niet zo geïnteresseerd in kerk en religie, georganiseerd geloof. Maar Jezus en de Bijbel, daar zijn ze wel in geïnteresseerd. En ik denk daar daar is een opening. En ik denk dat er ook heel veel openheid en beweging is onder katholieken. Eigenlijk binnen de katholieke kerk, dat daar heel veel gebeurt waarvan wij niet altijd horen, maar waar veel mensen die uit die traditie komen, Jezus en een levend geloof ontdekken en daar ook iets groeit wat er 50 jaar geleden nog helemaal niet was. Yeah. Er zijn zeker ook positieve ontwikkelingen, bewegingen
groepen, verbanden van gemeenten die andere kant. Dat loopt onder de oppervlakte, daar hoor je niet zoveel van. Ja. Ja, ik las in de voorbereiding op dit interview dat je graag lesgeeft over moeilijke Bijbelboeken. Waarom is dat? En wat is volgens jou een van de moeilijkste Bijbelboeken? Ja, moeilijke Bijbelboeken, dan weet ik wat ik kan doen. Dan kan ik iets uitleggen, dan kan ik mensen helpen zodat ze met een Bijbelboek veel meer kunnen beginnen, kunnen doen dan voorheen. Bijvoorbeeld Openbaring of Jesaja, dat zijn twee boeken die ik vaak behandel. Die zijn moeilijk, veel mensen begrijpen daar niet zoveel van. Als ik dan met een beetje hulp, met een beetje achtergrond en overzicht en uitleg mensen kan helpen, zo'n boek met meer begrip en met waardering en vreugde te lezen, ik denk dan hebben we veel gewonnen en hebben we veel bereikt. Een paar andere boeken in die categorie ook moeilijk, bijvoorbeeld Zacharia. Romeinenbrief, Hebreeën, Leviticus, ook een vreemd boek. Misschien niet zo heel moeilijk, maar zo vreemd. Wat doe je daarmee? Dat heeft niks te maken met ons leven, of toch? Ja. Als je zo'n boek, als je mensen duidelijk kunt maken wat zo'n boek met hun leven te maken heeft, denk ik is er heel veel gewonnen. Ja. So, dat doe ik graag. Iets moeilijks begrijpelijk maken. Ja, ja, want Leviticus is bijvoorbeeld, dat zijn volgens mij alle wetten waar de Joden zich aan houden, toch? Ja, offers en dan al de huidziekten en wat onderaan dieren die niet mag eten enzovoort. Ja, allemaal dingen die wij niet doen. Dus waarom zou je daarmee bezighouden? Ja, ja, ja. Ja, hoe heb je vrouw Francisca leren kennen? Francisca, zij komt uit Zwitserland. En in 1995 is zij gekomen. Zij had net zelf de school voor Bijbelstudie gedaan in Noord-Amerika. En kwam om deel te zijn van ons team. Ik was toen de schoolleider en zij was een nieuwe medewerker die kwam. Zo hebben we ons leren kennen en dat klikte eigenlijk heel snel. Gewoon heel goed met elkaar konden praten met name. Dat is wat mij opviel. Heel snel een bijzondere vriendschap ontstaan. Ja, en zij had natuurlijk ook die belangstelling voor de Bijbel om daar ook echt onderzoek naar te doen, omdat ze natuurlijk ook die school gedaan had. Dus dat geeft dan ook een punt van verbinding, neem ik aan. Ja, een gemeenschappelijke interesse, gemeenschappelijk fundament. En ook, ik moet zeggen, de bijzondere omstandigheden dat we elke dag als deel van een team met elkaar samen hebben gewerkt. Dan leer je elkaar snel en goed kennen. Dat is veel moeilijker als je verschillende werkplaatsen of opleidingen doet. En je ziet elkaar misschien op het weekend. Wij moesten gelijk intensief met elkaar samenwerken. Omdat een school begon. Wij als team studenten moesten begeleiden. Enzovoort. Ze ook alles voorbereiden bij ons intern. Dus er was veel te doen, ook praktisch werk. Ja, zo leer je elkaar kennen. Ja. Veel sneller en op een hele brede, andere manier dan wanneer je elkaar alleen op het weekend ziet. Zeker, ja. En hoe heeft zij je leven verrijkt, Wilnes? Hij is zo anders dan ik. Veel kleur. We hebben leven gebracht. Dingen samen doen. Dat is veel leuker dan dingen altijd maar alleen te doen. Problemen met elkaar kunnen bespreken.
eraan werken, oplossingen zoeken, samen bidden voor dingen. Heel veel. Goed Zwitsers eten, zou ik er ook nog bij kunnen rekenen. Ja. Raclette. Dus, ja. Kaas fondue, ja. Heel goed, hè? Ja. Ja, waar kwam jullie idee vandaan om jullie nazorgbediening Elijah's Inn op te zetten, Wilrens? Wij hadden op een gegeven moment zelf een moeilijke situatie. Waardoor we uiteindelijk ook begonnen hebben een andere plaats te zoeken. Conflict situatie waarvan we op een gegeven moment dachten dat is niet meer op te lossen. We proberen beter of ergens anders niet opnieuw kunnen beginnen, maar verder kunnen gaan op een andere manier. En in die tijd, toen die overgang kwam, hebben we gezocht naar gelegenheid om een zogenaamde debrief evaluatie en verwerkingstijd van dat wat er gebeurd was. We ontdekten hoe moeilijk dat was om zo'n plek te vinden. Lange wachtlijst. Hebben we dus min of meer elkaar debriefd door veel over dingen te praten en het samen te verwerken. Dat kon omdat we met z'n tweeën zijn. Maar daar is ons duidelijk geworden dat daar een behoefte is, een lege plek. Witte vlek, waar nog iets moest ontstaan. Francisca heeft toen maar eens een cursus meegedaan op dit gebied. En is heel langzaam begonnen met eens een week iemand bij ons in huis te hebben, waar ze dan gesprekken mee heeft. En zo is dat langzaam gegroeid. Terwijl dat waren de jaren in Spanje, waar wij veel met training voor leiders binnen jeugd en opdracht gedaan hebben. Daar paste dat eigenlijk ook wel in, die briefing. Zo langzaam is dat gegroeid. Ik denk Francisca heeft voor zichzelf ontdekt dat precies is. Wat ze het liefst doet en wat ze goed doet. Naar mensen te luisteren, vragen te stellen. Met één of twee personen tegelijk te werken. Niet met een groep, niet met een klas. Wat eerder mijn ideale omgeving is, zeg maar. Maar voor haar één of twee personen te begeleiden in intensieve gesprekken. Dat heeft zij voor zich ontdekt. Dat is het voor haar. Zo zijn we daar langzaam in gegroeid. Als dienst aan te bieden. De briefing. Ja, en dan verwijzen jullie in de naam natuurlijk naar de profeet Elia. Wat was precies daar de reden van? Omdat profeet Elia op een gegeven moment ook in een situatie was waar hij dat nodig had. Na de hele confrontatie op de Karmel met het vuur uit de hemel en dan Isabel die haar bedreiging uitspreekt, Elia op de vlucht in de woestijn uitgeput, na die intensieve ervaring volkomen uitgeput. En dan komt de engel en maakt hem wakker en verzorgt hem met water en brood. Voor de reis naar de berg Gods in de woestijn, Sinaï. Dat was voor ons zo'n beeld van, ja, zo'n plaats, zo'n, dat is Elijah's Inn, Elijah's herberg, die struik in de woestijn. En de engel die verzorgt, zo'n plek kunnen we aanbieden op weg naar een ontmoeting met God voor leiders en christenen die
die zoiets nodig hebben. Die zo'n ontmoeting met God nodig hebben. Die iets achter de rug hebben wat ze moeten verwerken. Daar is, zoals Elia op dat moment op weg naar de berg Horeb dat nodig had. Zo'n plek wilde er zijn. Daar komt de naam eigenlijk vandaan. Ja, ja. Zo Elijah's Inn is die plek in de woestijn waar de engel met brood en water komt. Wat zijn enkele van de grootste uitdagingen waarmee zendelingen worden geconfronteerd als ze terugkeren van het zendingsveld? Ja, ik denk misschien de grootste uitdaging is om terug te komen naar een land dat je eigenlijk niet meer kent. Dat is geen terugkomen. En dat wordt vaak onderschat, denk ik, door mensen die vele jaren weg zijn geweest. Die schok, die overgang is vaak moeilijker dan de gang naar het zendingsveld. Want die neemt iemand, die is jong, is enthousiast, eindelijk begint het. Terugkeren van het zendingsveld is in zekere zin geen terugkeren, maar nog eens een nieuw begin. En dat is niet makkelijk, dat onderschatten veel mensen. En misschien misschien van sommigen ook de grootste uitdaging. Wat je dan ontdekt is dat er eigenlijk niemand is die naar je wil luisteren. De interesse en de aandacht van mensen is heel kort. Ja. Dus 1 of 2 minuten, hoe was het? Maar echt je verhaal vertellen, om dat nog eens te verwerken, wat je al die jaren hebt meegemaakt, daar heeft dan niemand tijd of interesse voor. Dat kan ook heel moeilijk zijn, om dan terug te komen en te merken, ja, iedereen heeft zijn eigen leven. Wat doe ik met dat wat ik beleefd heb en wat ik nog niet verwerkt heb? Ik denk dat is Francisca's grote gave, dat ze heel goed en heel lang kan luisteren. En ook de juiste vragen stelt dan. Maar vooral ook de tijd neemt om werkelijk te luisteren naar het verhaal dat iemand te vertellen heeft. Ja. Dat is soms voor zendelingen heel moeilijk om terug te komen en dan te merken, niemand wil horen wat ik meegemaakt heb. Nee. Ja, het is natuurlijk ook dat je dan zelf vaak ook voor langere periodes weg geweest bent. Hè. Ik ben bijvoorbeeld zelf de helft van mijn leven al in het buitenland woonachtig. Nederland is veranderd, ik ben zelf veranderd. En toen ik vertrok was ik jong en inmiddels ben ik ook in een andere levensfase beland natuurlijk. Ja, die terugkeer naar het eigen land, dat kan moeilijk zijn. Dat onderschatten mensen vaak. Ja. Wat is een van de belangrijkste lessen die je hebt geleerd in je jarenlange ervaring als zendeling? Het belangrijkste is misschien om je relatie met God fris en sterk te houden. Om daarin te groeien. Dat staat denk ik op de eerste plaats. Anders hou je het niet vol. Anders heb je op een gegeven moment ook niet echt meer iets te geven. Dan loop je droog. Dat is misschien het belangrijkste. Dat je eigen geestelijke leven fris te houden en te blijven leren en groeien zelf. Want dan heb je ook iets door te geven. Ja. Hoe zie je de toekomst van zending gezien de veranderende wereld waarin we leven? Ik kan me voorstellen dat het steeds moeilijker wordt om lange tijd in andere landen te leven, te wonen. En dat dat vooral kan wanneer je
een beroep of een vak of een specialiteit aan te bieden hebt, zodat dat nog belangrijker wordt voor de toekomst als zendeling. Zeg, waar kun je niet als zendeling heen? Dat of dat kortere termijn zending belangrijk wordt, specialisten die voor een beperkt aantal jaren ergens heen gaan, dat kan ik me voorstellen. En ik denk dat zending steeds internationaler wordt. Zendelingen zijn die niet wit zijn en niet uit Europa of Noord-Amerika komen. Zendelingen komen intussen uit bijna elk land van de wereld. Natuurlijk meer uit sommige landen dan uit andere, maar de zending van de toekomst is heel internationaal. Ik denk dat in de toekomst ook veel samenwerking nodig is. De eenzame zendeling die daar ergens binnenland, of het platteland, zijn werk doet. Dat kan misschien ook in de toekomst nog, maar veel zendingsprojecten toch samenwerking nodig hebben. Zowel tussen zendingsorganisaties en met de gemeente en de kerk ter plekke. Mm-hmm. Ja, je ziet dat ook nu wel, dat je bijvoorbeeld organisaties hebt die, ik denk bijvoorbeeld aan Mercy Ships, die samen met de MAF werkt, nu ze naar Madagaskar gaan. Dus dan zorgt de MAF dat de patiënten opgehaald worden. En Mercy Ship zorgt voor de operatie aan boord. Of ook samenwerking van Wycliffe met Jeugd en Onderdacht en andere organisaties. Om het proces van bijbelvertaling te versnellen. En vooral ook mondelinge bijbelvertalingen te produceren voor talen waar geen alfabet is en mensen niet kunnen lezen. Ja. Ja, dat kwam laatst ook in een podcast voorbij toen ik met een bijbelvertaler sprak. Ja, je kent de Bijbel ontzettend goed natuurlijk, omdat je er echt ontzettend studie van gemaakt hebt. Kun je een bijbelvers met ons delen wat bijzonder betekenisvol voor je is? Ja, ik zou zeggen Jesaja 55. Met name het eind, waar het gaat over cipressen in plaats van doornen en distel. Dit proces van transformatie, wat we in ons werk zien, met name Francisca met de briefing, de distels in cipressen veranderen. In dat tekstgedeelte staat ook dat het woord van God niet leeg tot hem terugkeert. Dat bemoedigt ons ook altijd weer. Het is onze huwelijkstekst van onze bruiloft. Dat is een hoofdstuk waar we regelmatig naar terugkijken, omdat dat zoveel richting in ons leven heeft gegeven. En ook omdat daar zoveel evangelie, zoveel goed nieuws insteekt, al in het Oude Testament, in hele mooie poëtische taal. Maar het is heel duidelijk het evangelie. En de uitnodiging van het evangelie. Dorst heeft, honger heeft, geen geld heeft, neem en eet. Ja, mooi. Ja. Hoe hebben je ervaringen in de verschillende landen waar je gewoond hebt je wereldbeeld veranderd, Wilrens? Ja, ik weet niet of dat mijn wereldbeeld zo veranderd heeft, maar het heeft me er bewust van gemaakt wat mijn wereldbeeld is. Een beetje zoals wist niet weet wat water is, totdat hij op het land terechtkomt. We kennen onze eigen cultuur, onze eigen wereldbeschouwing eigenlijk niet echt totdat we ergens anders zijn en een hele andere manier van leven beleven. In de Arabische wereld, Egypte bijvoorbeeld, waar ik een aantal weken heb doorgebracht, of in Afrika, DTS, Outreach, waar we 11 weken onderweg in Oeganda. De jaren in Spanje, Zuid-Spanje, toch een hele andere mediterrane mentaliteit. Misschien niet dat ik zelf daardoor zo
anders ben gaan leven. Maar dat me bewust geworden is, nou ja, dat er een heleboel dingen niet vanzelfsprekend zijn. Ik ben nog steeds graag op tijd. Maar dat het niet vanzelfsprekend is. Dat dat niet voor iedereen belangrijk is, bijvoorbeeld. Ja, duidelijk. Ja, we komen langzamerhand aan het eind. Maar ik wilde je toch nog vragen. Wat zou je willen zeggen tegen de luisteraar die het moeilijk vindt regelmatig in de Bijbel te lezen en tijd te nemen Gods woord te overdenken? Je bent niet alleen. Op een gegeven moment gaat dat iedereen zo. Gods liefde voor ons is niet daardoor bepaald hoeveel we voor hem doen en hoeveel we in de Bijbel lezen. God houdt van ons zoals we zijn. Concreet of praktisch gedacht, misschien helpt het om vragen te stellen. En de eerste vraag is zeker een meta-vraag. Wat kan ik doen? Hoe kan ik met de Bijbel iets doen wat voor mij op dit moment functioneert? Wat is een vorm, een manier, een weg? Wat functioneert voor mij? En daar is af en toe een moment te nemen om over het proces na te denken en niet gewoon door te gaan als het niet lukt of niet veel opbrengt. Is het misschien tijd om even te stoppen en zeggen, oh, wacht even. Even over nadenken hoe het verder kan gaan. Even erover nadenken of er een betere manier is voor mij op dit moment met de Bijbel om te gaan. Gelukkig is de Bijbel ook in het Nederlands in veel verschillende vertalingen te krijgen. Dus het is op zich ook makkelijk om een vertaling te vinden die bij je past. Of dat nu de Statenvertaling is of Bijbel in gewone taal. Het ligt er ook een beetje aan natuurlijk wat je opvoeding is en waar je vandaan komt. Maar ik denk dat, dat er voor iedereen wel een manier is om over Gods woord na te denken. Dankjewel voor dat antwoord. Ja, tenslotte, hoe kan de luisteraar die dat wil met jullie in contact komen en van jullie op de hoogte blijven? Misschien is de makkelijkste manier via de website. Die is mijn naam, wilrens.org. Daar is in ieder geval mogelijk met mij of met ons in contact te vinden. De link naar Elijah Sim is daar ook op. Voor mensen die direct Francisca aan willen vragen, vanwege de briefing bijvoorbeeld. Dat is waarschijnlijk de eenvoudigste manier. Wilrens.org, dat is de kortste naam, zeg maar. Ja, en dat is in het Engels, die website, maar het is wel te vinden. Maar voor mensen die het Engels machtig zijn, daar staat ook veel van je studiemateriaal op, hè? Ik doe momenteel een pauze voor een paar maanden, tot eind van het jaar. Maar eigenlijk schrijf ik elke maand, en dat heb ik 10 jaar lang gedaan. Elke maand, ik hoop het vanaf januari daar weer mee door te gaan. Elke maand een studie, schrijf over een onderwerp of een Bijbelboek dat direct te maken heeft met de Bijbel. Met name om diegenen die wat dieper willen gaan in hun studie een impuls te geven. Een nieuwe toegang tot een Bijbelboek bijvoorbeeld. Eigenlijk iets wat ik zelf aan het leren ben, wat ik voor mezelf ontdek, dat ik dan die maand doorgeef. Dus in 10 jaar zijn heel veel, elke maand 10 jaar zijn meer dan 100 studies bij elkaar gekomen intussen. Die zijn er nog allemaal te vinden. Ja, nou, een mooie manier voor mensen die het Engels machtig zijn om zich ook verder te verdiepen in de Bijbel via je studies op wilrens.org. Ja. In de Wereld Rond sprak ik dit keer met Wilrens Hoornstra.
internationaal bijbelleraar bij Jeugd met een Opdracht, die daarnaast samen met zijn vrouw Francisca Elijah's Inn runt, waar ze zendelingen de brieven bij terugkomst van het zendingsveld. Wilrens, samen met Francisca wens ik je wijsheid toe bij het bemoedigen van medezendelingen en bij het doorgeven van je kennis en levenservaring vanuit Gods woord. Mogen Hij jullie rijkelijk zegenen. Ja, dankjewel, Gerard, dankjewel. Hetzelfde aan jou en je vrouw in Spanje met Transworld Radio en aan alle luisteraars. God zegen. Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcastdewereldrond@yahoo.com. Tot de volgende keer.